op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, we zijn nu bij video 3 van de geheime magische betekenissen achter woorden, woordenalchemie. Het is super interessant, dus ik ga jullie veel, veel meer erover vertellen. En ja, om jullie natuurlijk nog een beter inzicht te geven, ga ik jullie... Ja, de beknopte versie proberen te vertellen over de geschiedenis. Ja, wat is beknopt? Nou, eigenlijk is het helemaal geen beknopte versie, maar ik probeer het in ieder geval zo duidelijk mogelijk over te brieven aan jullie. Want als je namelijk de geschiedenis weet en als je ook de historie weet, hoe het nou eigenlijk allemaal een beetje is gegaan en hoe we nou zijn gekomen tot daar waar we nu zijn. Waarom zijn we in deze hypnose beland? Hoe kan het dat we ons hebben laten beïnvloeden? Door deze magiërs, deze duistere magiërs. Hoe is het gekomen dat we gevallen engelen zijn geworden, weet je? Hoe kan dit nou eigenlijk allemaal? Want als je goddelijk bent, hoe is dit dan mogelijk? Toch, dat heb ik mij echt wel altijd afgevraagd. Hoe is dit nou mogelijk? Waar is het misgegaan? Nou, door mijn grote research en mijn eigen ervaringen en veel herinneringen en dingen dat ik denk, oh my god, zo is het dus echt gewoon gegaan in ieder geval. Zo dicht mogelijk bij de waarheid is het gebeurd. Want er is heel veel wat je ook kan vinden erover. En als je dus al die puzzelstukjes weer naast elkaar legt, dan krijg je weer dus een prachtig beeld waarvan je denkt, hey, dit klopt helemaal. En ik ga gewoon beginnen. Nou, eerder heb ik video's gemaakt over hoe de planeten zijn ontstaan, hoe het universum is ontstaan. Dat heb ik samen met mijn moeder gemaakt, dus het ontstaan van de planeten, het universum. Dat kun je terugvinden bij mij op mijn kanaal. Super interessant. Ik zou het zeker aanraden als je het nog niet gezien hebt, om dat toch eventjes te gaan kijken. Het is wel een video van een uur, maar het legt jou helemaal uit. Dus ja, hoe de planeten zijn ontstaan. Dus even de beknopte versie zal ik hier vertellen voor jullie. Maar wij bestaan allemaal uit het licht. Ja? En het licht is onze zon. En het is niet de zon die we nu zo zien. Het is ook het licht natuurlijk. Maar er is een nog veel, 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 veel grotere zon. En dat is de moederzon. En dat is eigenlijk de scheppende kracht. De impuls. Het hart van alles wat bestaat. Want alles is licht. Ja, mensen? Planeten zijn dus ontstaan uit de zon. En dat is de baarmoeder dus van alle planeten. En die planeten die worden gevoed door de zon. Net zoals hier alles op aarde eigenlijk alles gevoed wordt door de zon. Hè? Als wij ook geen zonlicht krijgen, dan worden we depressief. En dan kunnen we ook niet meer functioneren. Daarom willen ze ook zo graag deze duistere magiërs, deze valse profeten of gevallen engelen, hoe ik ze ook allemaal maar zal gaan noemen. Die willen natuurlijk ook onze zon mooi verduisteren. Ja, zodat we geen licht meer op de aarde kunnen ondervinden, zeg maar. En in het mom van klimaatverandering. Ja, is ook weer zo'n verhalenpad. Nou, daar zal ik ook zeker nog video over maken. Maar, dus, wij zijn allemaal lichtwezens. Ja, we zijn goddelijke scheppingskrachten. We zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Dat betekent dat je God bent. God is niet een mens in de hemel of een of ander beeld. Of het zit ook niet in de zee. Of het zit ook niet in de lucht. Je bent het zelf. Wij zijn de scheppingskrachten. Wij zijn de scheppingskrachten van God. We zijn het. Ja? En die stem die ook in ons praat. Ja, je hebt meerdere stemmen, maar dat zijn de misleiders, noem ik het dat. Het ego. Maar die stem in jou, die leidt jou altijd de weg. En dat is jouw intuïtie, jouw goddelijkheid, jouw kracht. Die wil dat jij leeft. Ja? Die zal nooit zeggen, doe maar zelfmoord plegen of vernietig jezelf maar. Nee, deze stem die helpt jou ten alle tijden om niet te overleven, maar te leven. Ja? Wat eigenlijk is gebeurd in de loop der tijden. Ja, we zijn onszelf helemaal kwijtgeraakt. We hebben onze macht uit handen gegeven. We zien onszelf niet meer als lichtwezens. Nee, we zien ons als aparte, gescheiden individuen. Dus eigenlijk het verdeel- en heersspelletje. Slim gespeeld. Ja? Maar we trappen er nu niet meer in. We gaan weer terugkeren naar onze bron. Dus deze zon, dus wij zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Hij heeft ons onze adem ingeblazen. Ja, en dat betekent niet dat ik nu religieus bezig ben. Maar nee, ik heb juist al die geschriften bestudeerd. Ook de Koran, ook de Talmud en de Torah. En nou, noem maar op, het hindoeïsme, de Bhagavad Gita, de Mahabharata. Ja,
Ik heb ze allemaal bestudeerd en er zijn geloof ik iets van, even kijken, 2300 verschillende religies, ja, en verschillende stromingen. En er zijn volgens mij iets van 300 officiële religies, nee, officiële, ja, in ieder geval de boeken of stromingen waar allemaal een beetje dat vandaan komt. Want je hebt natuurlijk ook nog de Chinese, de Aziatische en noem maar zo. Nou, in ieder geval ga ik het nu niet over hebben, maar we zijn dus allemaal lichtwezens. Dus we zijn ontstaan vanuit het licht. Alles waar je naar kijkt heeft een lichtuitstraling. Het straalt allemaal licht uit, anders kan je het niet zien. Ja? Dus deze pen straalt licht uit, anders kan ik het niet zien. Ook als je langs de pen heen kijkt, of je langs iemands lichaam kijkt, dan zie je een aura. Ja? En deze aura is een lichtuitstraling en het heeft een gedachte. Deze pen is ook gemaakt door een gedachte. Het is niet dat deze pen denkt, nee. Het is een vastgekerfde gedachte, zo moet je het eigenlijk zien. Een vaste substantie is het geworden doordat die gedachte vastzit. Ja, er zit er vast. Net als dat een zaadje het beeld al heeft van wat die plant of bloem moet gaan worden. Dus die gedachte zit erin vast. Wij hebben de vrije wil gekregen. Dus wij hebben de vrije wil van God. Ja, wij zijn dat goddelijke vrije wil. Wij kunnen alles denken wat je maar kan bedenken. Dan zou je niet kunnen denken. Dus het bestaat ook. Ja, alles wat je kan denken, dat bestaat. Dan zou je niet kunnen denken. Maar we kunnen ook alles denken. We kunnen ook alles zijn. We kunnen alles worden. We kunnen ook, omdat we het meest beïnvloedbare element in onszelf bezitten, ja, het water, kunnen we ook de vorm aannemen die we zouden willen. We kunnen onszelf veranderen, we kunnen leviteren, we hebben allerlei soorten goddelijke krachten, sterke krachten, materialiseren, leviteren, onsterfelijkheid, over water lopen, door vuur heen lopen, nou, zo gek als je het maar kan bedenken. Dat zijn wij, dat kunnen wij, dat hebben wij in ons en het is geen science fiction. En ik ga het jullie ook allemaal vertellen, hoezo en waarom. En waarom wij eigenlijk zo zijn afgedwaald van onze, ja, goddelijkheid, dat is het meest belangrijke wat je dus moet weten. Want waar is het misgegaan in godsnaam? Nou, in die andere video wat ik dus ook op het kanaal heb staan, ga die alsjeblieft kijken als je hem nog niet hebt gezien, maar het ontstaan van de planeten. Daar leg ik ook uit, het staat ook in de Meesters van het Verre Oosten trouwens, als jullie het boek hebben, Meesters van het Verre Oosten. Als je hem nog niet hebt, kun je hem aanschaffen bij mij op de website www.dilaiateunis.nl. Het meest interessante boek dat ik ken. Ja, van daaruit blijf je vooral verdiepen in nog meer dingen, want zo vallen die puzzeltrucjes allemaal voor jou op de plaats. Nou, ik vertel het hier natuurlijk ook. In ieder geval, blijf onderzoeken altijd. Je bent een leerling en blijf leren, zou ik zeggen. Dat bewustzijn, wij hebben dus eerst op Neptunus geleefd. Ja? De aarde en alle planeten, die hebben allemaal hun eigen banen. Er zijn wel 99.000 universums in 99.000 universum en het daait alleen maar uit. Het universum is oneindig. Het wordt groter en groter en groter. En het is al zo gigantisch. Het is oneindig. Je kan het je bijna niet voorstellen. Dus het is ook lastig het te verklaren. Maar in ons zonnestelsel passen 9 planeten. En iedere keer als er een nieuwe planeet geboren wordt, dan schuiven ze een baan op. Ja? Nou, dat gaat eonen voorbij. Dat duurt heel lang. Dat is echt niet morgen dat er een planeet ineens klaar staat. Maar er is al een nieuwe planeet in de maak. Dus we zullen ook een baan gaan opschuiven. We zitten nu in baan 3. Ja, de aarde zit in baan 3. Nou, we leefden eerst op Neptunus. Die zit nu op zijn laatste baan. Dan hebben ze nog ergens over Pluto. Maar ik weet niet of dat wel echt zo is wat ze zeggen. Of dat het een satelliet is of iets anders. Dat het niet echt een planeet is. En in de meeste van het Verre Oosten wordt Pluto niet eens genoemd. Of dat wordt helemaal niet gezegd over Pluto of zoiets. Maar goed, dat kan natuurlijk. In ieder geval, de baan Neptunus, wij leefden dus eerst op Neptunus. En dat zat, volgens mij was dat in, ja, dat zat eerst in de eerste of tweede of derde baan, zoiets dergelijks. Nou, toen het bewustzijn van de mens daar ging splijten, want we waren dus allemaal zelf die God, ja, dat goddelijkheid, die superkrachten hadden. Ja, eigenlijk, wat was onze natuurlijke gegeven goddelijke kracht? Want alles wat je kan denken, dat ben je, daar was je bewust van. Maar de mens is dualisme gaan zien. En dualisme betekent eigenlijk dat je dus niet meer je goddelijkheid ziet, maar dat je jezelf als persoon ziet. En dat je andere mensen ook als personen ziet en dat ze niks meer met elkaar gemeen hebben. Dus dat ze niet meer zien dat hetzelfde is. Je zag alleen maar vaste substantie, maar je zag niet meer dat die substantie hetzelfde was als waar jij van gemaakt bent.
En want deze licht, dit lichtwezen en deze gedachten waar ik mee denk, die denken ook in jou. Deze stem die tegen mij praat, praat ook in jou. En dat zijn ze dus van elkaar gescheiden gaan zien. Dus dat is dualisme. Dualisme is bijvoorbeeld ook hoog en laag, links en rechts, zwart en wit. Een soort verdeel- en heerspelletje. De mensen zijn eigenlijk eens gaan kijken van, hey, die ging beter creëren als ik. Ik ga het nog mooier maken. Ik ga nog mooier huis bouwen. Of ik ga nog mooiere auto doen. Ik ga het nog beter doen als die ander. Dus er is een soort van jaloezie is er binnengeslopen. En toen is die planeet is ten val gekomen. Nou, ten val in ieder geval. Die kreeg zo'n negatieve energie. Omdat gedachten natuurlijk kracht te hebben. Dus als je op een hele negatieve trilling zit. En dat doen heel veel mensen tegelijk. Vooral als je dan nog je goddelijke krachten bezit. Dan komt dat helemaal in. Dan komt het helemaal in conflict met elkaar. Dus wat gebeurde? Uranus was groter dan Neptunus. En doordat Uranus met zo'n kracht in die baan gesweept werd, sweepte hij Neptunus eraf. En ja, de mensen die zijn goddelijke bewustzijn hadden behouden, die wisten dat. Dus die zijn in het onzichtbare gaan leven met hun lichaam. Je lichaam kun je onzichtbaar maken. En dan kan je bijvoorbeeld teleporteren. Ja, die zijn door poorten heen gegaan. Teleporteren, het woord zegt het al. En die hebben hun lichaam meegenomen. En die zijn later gaan emigreren naar aarde. Ze hadden hun goddelijke eigenschappen behouden. En ja, hadden een visie voor zich dat het nooit meer zou gaan gebeuren. Nou, wat gebeurde er eigenlijk? Dus Neptunus, dat ging in de volgende banen. En daar sweept eigenlijk al het leven, dat was eraf. Wat dan nog in een laag bewustzijn zat. En dat is naar aarde toe gegaan, die mensen die dus hun eigenschap hadden. Maar op aarde was de planeet, ja, was prachtig. Het was een paradijs, maar er waren ook dieren. En op Neptunus bestonden er geen dieren. Dieren zijn er eigenlijk door reïncarnatie. En zodra er eigenlijk een mens in verval komt, dus in een negatieve energie, dus de gevallen engel wordt, van hun goddelijkheid naar een gevallen engel, zeg maar. Ja, is er een vorm van reïncarnatie om die mens, die geest, weer zich te laten ontwikkelen naar het godsbewustzijn, zodat het nooit meer kan gebeuren. Dus ze moet eigenlijk een soort van leerproces meemaken, zo moet je het eigenlijk zien. Dus dieren zijn er eigenlijk gekomen door reïncarnatie. Dus die mensen die op Neptunus hebben geleefd, die zijn waarschijnlijk gereïncarneerd als dier op aarde. Of als steen, of weet ik veel wat. Dus dat is allemaal een proces. Je hebt 5 werelden. Je hebt een mineralenrijk, je hebt een plantenrijk, je hebt dierenrijk, je hebt mensenrijk en je hebt het goddelijke rijk, ja, in deze wereld. En die anderen zijn eigenlijk lagere dimensies, zo kun je het ook noemen, die er alleen maar zijn om jezelf weer tot godsbron te maken. Want we zijn allemaal licht. En op Neptunus leefden er geen dieren. Nou, hoe zag nou de planeet eruit toen we hier gingen emigreren naar aarde? De planeet zag er zo uit. Dit noemden ze Pangea. Of in ieder geval, dit noemen we nu huidig, hebben we het Pangea genoemd. Hè? In de meeste van het Verre Oosten spreken ze over het land van Mu. En daar waren ook geen negatieve gesproken woorden. Alles was nog prachtig. En die gevallen engelen, die waren hier nog niet. Ja, misschien onder de dieren of zo. Of dieren zijn misschien later gekomen. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar in ieder geval, dieren zijn een vorm van reïncarnatieproces. Dus de mensen die nu ook reïncarneren, zijn waarschijnlijk ook dier geweest. Of gaan we terug naar dieren. Het ligt eraan hoe laag jouw bewustzijn is gezonken. Als je hier ook ziet, zijn passen al die landen als puzzelstukjes samen. Ja? Dit was één groot continent. En hier spraken ze de taal van Moon. En daarom later ook, ga ik jullie ook vertellen, was er ook een continent, wat later is gekomen toen die landen uit elkaar gingen, uit elkaar gingen drijven, zeg maar, uit elkaar gingen barsten. Toen was er dus een land dat Mu heette. Mu, M-U. Hier heb je dus China, Mongolië, Rusland. En dat zat allemaal aan elkaar vast. Groenland, wat tussen China en wat tussen Rusland en Canada in zit. Algerije, Libië. Nou, de United States, wat tegen Algerije en Marokko aan zit. Brazilië, Antarctica, Australië, India. Dat zat allemaal aan elkaar vast. En er waren geen bergen.
Pangea was een reusachtig continent. Alle landen zaten oorspronkelijk aan elkaar vast. In die tijd bestonden er geen landen, maar één groot land met één wonderbaarlijke taal die geen negatieve vibratie en frequentie kende. Alles was in perfecte harmonie. De eerste moedertaal van dit continent werd Moom genoemd. Wat ik van de meesters van het Verre Oosten ook begrijp, is dat er in het begin ook geen dieren leefden, omdat dieren onze lagere broeders zijn, die alleen ontstaan zijn door middel van de wet van reïncarnatie. De hypnotische tredmolen van het komen en gaan idee. Goden werden stervelingen. Doordat hun bewustzijn zo laag was gezonken, moest het weer door middel van wijze lessen de vijf rijken omhoog klimmen weer terug naar het goddelijke rijk. Dus we zijn afgeweken en moesten weer opklimmen. Zoals ik al aangaf, is de planeet een levend organisme en letterlijk een kind van de zon. De planeet leeft en groeit. Doordat de planeet is gaan groeien, zijn landen uit elkaar getrokken en zijn deze losse continenten geworden. Zo ontstonden meerdere verdeelde landen. Op Pangea werden tempels gebouwd, niet als plaats om erediensten te houden, want de mens vervulde hun godsdienstplichten constant door hun manier van leven. Ze leefden altijd in de toewijding aan de grote oorzaak van het leven. Zolang ze in samenwerking met de grote oorzaak leefden, liet het leven hun nooit in de steek. In die tijd was het gewoon om mannen en vrouwen van duizenden jaren oud aan te treffen. De tempels werden gebruikt om de meest diepgaande wetenschappelijke onderwerpen te bespreken. Handelingen en gedachten van vereringen waren destijds onderdeel van het dagelijkse leven van het individu en waren niet voorbehouden aan een bepaalde groep mensen of specifieke tijden. Er was geen behoefte aan door mensen gemaakte wetten. Er was alleen behoefte aan wijze raad. Dus de tempeliers, zoals wij ze nu noemen, nou, die zijn pas later in stand gekomen. Dus wijze raad waren mensen dus die daar leefden. En eigenlijk de goddelijke eigenschappen, dus de energie voortgaven, of eigenlijk in de tempels deden ze een soort van brainstormen over hun goddelijkheid. Of hoe ze nog mooiere dingen konden creëren. En dat is niet dat ze zichzelf kwijt waren en dat ze wisten niet hoe, maar gewoon wijze raad op een positieve, opbouwende manier. Want negatieve energie, ja, dat voelden ze direct en dat wilden ze juist niet meer. Ja, dat was al op Neptunus gebeurd. Dat is wat we juist niet wouden. Nou, later is dat natuurlijk toch tot verval gekomen. En dan heb je natuurlijk de verhalen van Adam en Eva. Ja, daar ga ik jullie in de volgende video alles over vertellen. Dus hoe is dat nou precies met Adam en Eva? Kijk, Adam en Eva is een hypothetisch verhaal. Maar wat wel waar gebeurd is eigenlijk. Maar op een andere manier als wat ze je natuurlijk in de Bijbel vertellen. En in alle andere geschriften. Maar de kern ervan is dat hun niet de eerste mensen op aarde waren. Dat hoor je nu wel. Hè? Dat was een grote beschaving. En je zult het ook allemaal lezen. Want alles spreekt zich tegen. En dat je echt denkt van nou, allemaal vaag. Het klopt helemaal niks meer van. Je gaat het ook niet snappen als je het leest zoals het er nu allemaal maar staat. Ja? Je moet echt verder kijken. En echt doordenken, zeg maar. En ook de juiste dingen lezen. Want anders ga je eigen interpretaties ervan maken. En dan ga je ook weer, of je gaat het letterlijk nemen, weet je. Heel veel dingen zijn hypothetisch bedoeld of als voorbeeld. Maar het Adam en Eva verhaal is niet zozeer dat hun de eerste mensen waren die op deze planeet zijn gekomen. Nee, ze waren de eerste gevallen engelen. Zo moet je het zien. Ja, dus daar is eigenlijk het begin begonnen. Waarom wij in deze fucking hypnose zitten. Ja, sorry, nu gebruik ik dus weer een bepaalde kracht. Maar zo noem ik het wel, ja. Het is echt een hypnose. Deze matrix is gewoon de hel. Ik noem het ook gewoon de hel, want dit is de hel, jongens. En de hemel is het goddelijke bewustzijn. Dat is hier. Dus we kunnen ook vanuit de hel direct in de hemel terechtkomen. Mensen zijn bang voor een hel of willen graag naar de hemel na de dood. Nou, ik weet het niet, maar ze zitten hier al in de hel. Dus erger kan het zeker niet worden. Ja, je karma kan wel 100.000 keer vergroot worden als je jezelf het leven berooft. Of als je, weet ik veel, helemaal nog slechter wordt dan slecht. Maar de hel is hier. Ja, hier kun je de meest gruwelijkste dingen kun je hier aantreffen. De meest walgelijke dingen dat je denkt van, nou, hoe is het mogelijk? Ik bedoel, denk aan slavernij. Denk aan de meeste rare dingen wat ze met kinderen allemaal uitspoken. Al die kinderoffers of sowieso het offeren. Nou,
Dit is hier gewoon een slachtveld. Hier, dit is de oorlog. Dit is de hel. Ja? En dit is het hypnosebewustzijn. En om in die hemel te komen, moet je dus uit deze matrix stappen. En het doorzien en inzicht krijgen in deze duisternis. Want die duisternis is wel heel belangrijk om jezelf te begrijpen waarom je nu bent waar je nu bent. En of waarom je dingen meemaakt in je leven zoals je ze meemaakt. Het is niet het lot, ja, wat ze je wijs maken. Dat het een lot is van God. Of dat het een lot is van, weet ik veel, je bestemming. Oh, ja, want het is het lot. En iedereen is zijn leven is al uitgestippeld. Dat is gewoon niet waar. Jij bent de creator van je leven. En als jij gaat beseffen dat jij de creator bent van je leven, dan bepaal jij ook hoe je leven gaat. En zal je leven ook in positieve banen geleid worden. Als je dus in jouw positieve element blijft. Of als jij weet, een inzicht hebt, een kennis hebt vergaren over hoe jij je leven kan creëren. Ja? Want jij bent de creator. Jij hebt de goddelijke eigenschappen, zoals ik net al verteld, heb jij georven. Die ben jij. Jij bent God. Ja? En dat is niet een mens of dat je beter wil zijn dan de ander. Dat is weer dat hele verdeel- en heersverhaal wat ze hebben verzonnen. Zodat jij van die godheid wegblijft omdat je maar zo graag wil deugen. Ja? Tegenover wie in godsnaam? Maar jij bent het lichtwezen. Het woord ras, ja, betekent letterlijk lichtbundel. Dus als we het over rassen hebben, dan hebben we het over lichtbundels. Ja? En niet over verdeelde rassen van verdeelde kleuren of verdeelde eigenschappen. Nee, over rassen hebben we het over lichtbundels. Mensen moeten doorhebben dat we het over lichtbundels hebben en dat wij lichtbundels zijn. Want anders zouden we elkaar niet eens kunnen zien. En wij hebben die vrije wil gekregen. En die vrije wil willen ze ons proberen af te pakken om karma vrij te zijn. En dat is een heel interessant verhaal. Maar dat hele Adam en Eva verhaal, ja, is dus het begin van de gevallen engel. En niet zozeer het begin van de mensheid. Want er was al volk. Er waren mensen met hoger staand bewustzijn. Dat waren Adam en Eva zelf ook. Ja, of hoe je ze ook mag noemen. Want Adam betekent in Turks man. Ja, dus mens, man en Adam. Adam zeggen ze ook, als je man bedoelt, dan zeggen ze Adam. Ja, Adam is een man. En dat was dus het begin van de mens die daar verkeerd is gegaan. Dus daar zijn ze afgeweken, want Adam en Eva, die hebben zeg maar het dualisme, zijn ze gaan, ze zijn dus zichzelf als anders gaan zien. Ja, het mannelijke en het vrouwelijke, dat zit in ons. Dus je hebt het mannelijke en het vrouwelijke in je. En de vrouwelijkheid, dat willen ze helemaal kapot maken eigenlijk. Want vrouwelijkheid is zacht, is edelmoedig, is liefdevol, is mooi, is schoonheid. Het mannelijke is kracht en het is creativiteit en het is doorzettingsvermogen. En de mannelijkheid en de vrouwelijkheid moeten weer verzoening krijgen in onszelf. En we moeten weer in balans komen. We moeten weer liefdevol zijn voor onze mannelijke kant en onze vrouwelijke kant. Op dit moment is dat in gevecht. Ja? Dan hoor je weer mensen die zeggen, ja, als je te veel mannelijkheid hebt, dominantie, agressiviteit, de oorlog. En te veel vrouwelijkheid is toch veel onzekerheid, weinig zelfvertrouwen. Terwijl de vrouw juist voor die mannelijkheid is weer voor kracht. Dat die vrouw zelfvertrouwen uitstraalt. Maar als dat weer te veel alleen maar vrouw is, dan is die vrouw slap. Dan zit daar geen kracht meer in. Als een man te veel vrouwelijkheid is het ook slap. He, is het wel heel lief en zacht. Maar alleen maar vrouwelijkheid. Waar is dan? Dat gaat slapheid. Dus er moet balans krijgen. En die vrouwelijkheid willen ze kapot maken. Het is eigenlijk een hypothese voor dat je jezelf in dualisme hebt gegooid. Dus je ziet jezelf niet meer als die lichtbundel. Maar je ziet jezelf als vaste materie. Als een mens van een persoonlijkheid. Ja, je hebt jezelf een naam gegeven. Ik heet Delilah. En je denkt dat je Delilah bent. Maar ik ben niet Delilah. Ik ben die lichtbundel. Ik ben die goddelijke kracht. Je hebt mij een naam opgegeven om mij, zodat ik met je kan communiceren. En dat we weten over wie we het hebben. Maar ik ben nog steeds die lichtbundel. Ja, ik ben nog steeds die God. Ik ben God. Ja, ik ben niet de naam. En God is ook niet een naam. Het is het woord. En het woord heeft kracht. En dat is ook dus, iedereen is dat. Niet alleen ik, iedereen is deze goddelijke eigenschap, deze goddelijke gedachte van superieure intelligentie wie je bent. En als je het daarover gaat hebben, als je het gaat beseffen dat jij dus deze eigenschap allemaal bezit, maar dat je die gewoon
vergeten bent eigenlijk. Ze zijn nu non-actief, omdat je ze niet weet hoe je ze moet gebruiken. Je hebt het niet meer geleerd. Ja? Je hebt juist afgeleerd, want als je denkt dat je die krachten hebt, nou, dan zie je wel weer in films of weet ik veel wat, dat zie je dan, de mutantenpolitie op je afgestuurd wordt. Dan ben je een zogenaamde mutant. En dan ben je weer gevaarlijk voor de planeet. Dus mensen die al iets hebben, durven het niet eens naar buiten te brengen. Omdat je dan weer gezien wordt als raar of freak of weet ik veel wat. Maar ja, hoe meer je in je kracht dus gaat staan, hoe meer jij dus naar buiten gaat treden. En het is niet maar één aspect, het zijn echt talloze aspecten. En dat zie ik ook van heel veel mensen die dus zich gaan specialiseren in één ding. Die vergeten dat ze zich moeten specialiseren in zoveel dingen. En dat dat pas het plaatje compleet maakt. Dat je dan de onsterfelijkheid hebt. Want het is alleen maar het besef. Ja? Het bewust worden van je onsterfelijkheid. En daar ga ik het ook nog met jullie over hebben. Want de dood is gewoon een illusie. Als we het over geschiedenissen hebben, dan zie je die mensen, bijvoorbeeld Adam en Eva. Ik geloof Adam is 912 jaar geworden of zo. Hij kreeg op zijn 130ste levensjaar kreeg hij zijn derde kind. En daarna nog meer kinderen, er zijn sowieso meerdere kinderen gekomen. Maar het vertegenwoordigt eigenlijk, het symboliseert de vrouwelijke en de mannelijke in hem. En dat hij dus zichzelf niet meer als Gods lichtsbundel ziet, maar dat hij zichzelf ineens als persoon zag en beter zag als een ander. En daar is het dus misgegaan. En het is ook dat het Christuslicht, dus Christus is niet de naam van Jezus, nee, Christus betekent het licht. Dus Jezus de verlichter, Christus zit in ons, wij zijn dus het licht. Ja? Nu weten jullie over Pangea en dat de landen die zijn eigenlijk uit elkaar gekomen, niet alleen doordat de planeet ging groeien, hè, doordat dingen uitgerekt zijn gaan worden, maar ook omdat de negatieve energie, dualiteit is ingeslopen, ook hier op deze aarde. Hè, dat is dus eigenlijk die verboden vrucht. Dus eigenlijk de mensen met hun goddelijke kracht hebben gezegd, jongens, kijk uit, trap er niet in. Ga niet in een lage energie zitten of ga niet jezelf anders zien dan dat je bent. En dan hebben ze toch van die verboden vrucht gegeten, hè, zoals het dan als hypothese bedoeld is als voorbeeld. En die verboden vrucht is eigenlijk dus die slang die in jouw bewustzijn krioelt om jou toch anders te gaan zien. Want je ziet mensen, maar je moet eigenlijk die lichtbundels blijven zien, dat we allemaal eenheid zijn. En die mensen zijn toch langzaam andere dingen gaan zien. En dat is dus, waak daarvoor dat je jezelf niet laat misleiden naar een lager bewustzijn. Hè? Dat je dus zo goed als je onsterfelijkheid gaat verliezen en je gaat afwijken. Dus ik ga in de volgende video ga ik met jullie hebben over Adam en Eva. Dus nu weten jullie dat Pangea dat was het land van Moe. En dat eigenlijk door de negatieve invloeden het hele land is soort van weggevaagd. Dus het hele continent is weggevaagd. Die zijn uit elkaar gerukt door de zonvloed, wat ze dan noemden. En dat is ook heel erg interessant, want dat was natuurlijk dan de tijd van Noach. En dat is eeuwen erna geweest, omdat de mensen langzaam af gingen dalen en ook beïnvloed werden. En de mensen die hun goddelijkheid hebben bewaard, zijn ergens anders op een betere plek. Of in ieder geval, die hebben zichzelf ergens anders gesetteld. En je kan teleporteren, dus je kan ook naar andere planeten reizen. Je kan zoveel meer. Dus ja, het is niet alleen maar hier leven. Er zijn honderdduizenden werelden. En deze planeet is gewoon in hypnose geraakt. En daar leven we dus nu mee. Het is gewoon een tekortkoming, een bekromping in het bewustzijn. Het is echt vreselijk hoe de mensen hier op dit moment leven en denken. Zo kortzichtig en zo bekrompen. Man, terwijl je alles hebt, alles bezit, overvloed bent, liefde bent, schoonheid bezit. En nogmaals wat ik zeg, het is niet dat je beter bent dan de ander, maar dat je juist de eigenschappen van je goddelijkheid in je hebt en in je draagt. Gigantisch interessant allemaal, jongens. Dus ben je nog geen abonnee van mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. En tot de volgende podcast. We gaan naar deel 4. Doei!